Goeiedag iedereen te Kloosterzande. Ja, even op de vroege avond. 16.40 uur. Ik was hier nog even met de fiets. Dus richting Van Vogelwaarde. Dus hier het Marijkeplein vind ik ook wel nog even leuk om in beeld te brengen. Een bijzonder aangenaam dorp ook, Kloosterzande. Ook wel bijzonder mooi bij zonsondergang is meer bepaald na 20 minuten. Toch ook wel nog even mooi hier de beelden, dus het is dicht bij de Westerschelde. Van hier de Westerschelde in beeld en dan heb je ook Walsoorden aan de rechterkant. Dus Walsoorden ongeveer op 2 kilometer. Hier de Kloosterstraat. Ook wel veel groen hier. Ik ga nog even naar de zone hier van het Marijkeplein. Ja, terug in de werken. En dan ook wel de plus. Ga ik ook wel af en toe langs als ik hier ben in deze regio. Ja, daar is speciaal naar huis, die hangt er vanaf. Soms ben ik hier ook wel bij de plus. Dan nog een mooi beeld, de sportvelden en daar ook in de horizon de Westerschelde met ook de mogelijkheid de fietsroute te doen van de Walsoorden tot Terneuzen via de Zeedijk, Bergpolder en zo verder. Beeld op de Westerschelde. Dus terug het uiteinde van het dorp. Ik ga nog even de ronde doen hier. Ja, de richting dan van Antwerpen, maar dus wel met de wagen moet je terugkeren voor de grens met Kapellebrug te Hulst en dan zo richting Antwerpen. Er is ook een openlucht zwembad. Even gaan naar de locatie van de molen. Dus het is meer aan de uitgang van de Kloosterzande. Dus nu ben ik terug de richting van de Kloosterstraat hier. Wat doorstromingsverkeer nu. Dus hier is de uitgang van de Kloosterzand, dus richting Hengstdijk, terug Vogelwaarde. En dan zal ik even draaien hier. En dan komt men op de molen. De locatie van de molen hier, wel leuk.
Zo, ik ga mijn route terug vervolgen naar mijn startlocatie. Het is hier ook wel nog even mooi. De Kloosterstraat met dat fietspad. Hé. Het is nu wel al enige tijd dat dat hernieuwd is, maar toch wel om nog even om te tonen. Met de fiets heb je altijd voorrang. Je bent constant op het fietspad en de Waas moeten dat wel even afremmen. Maar ik zeg, het is een bijzonder goed systeem. Het is ook aangenaam als je hier met de fiets richting van de Balzoorde moet. Als ik nog even het plein erbij kan hebben, want hier is er een gsm-mast en die zorgt toch wel voor enige interferentie op deze locatie. Dus het is nog wel nog even leuk om dit hier erbij te hebben natuurlijk. Ik ga even stijgen en zo heb ik toch ook wel een blik hier op het plein. Er zijn ook wel veranderingen die bezig zijn, werken aan de gang. Wel even leuk. Zo, en een keer terug naar mijn locatie. Ja, in Nederland kan men helaas geen nachtvluchten doen. Ja, een nachtvlucht is wel interessant voor de belichting van een stad bijvoorbeeld, de avondverlichting en zo. Je kan natuurlijk wel in de ochtend, is dat wel interessant, bij zonsopgang even wachten en dan heb je wel nog een mooie verlichting. Zo, ditmaal geen street view, maar een air view van Kloosterzande 2022. Wat even leuk het Marijkeplein. Sportvelden, het zwembad hier. Even een zicht met de Westerschelde en zo, en ik ga mijn landing inzetten. Ja, tennisvelden. Zo, beste mensen, tot de volgende keer. Nog een mooi beeld hier. Tijdens de landing. Voilà, een pracht van een shot hier met de zonsondergang, kan men zeggen. De zonsondergang is er nog niet, maar over een 15-tal minuten. Hé. Maar toch al wel iets in beeld. Nog even het zwembad. Ja, natuurlijk zorg dat ik niet land in het zwembad. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot meer video's. Dus dat was even hier Kloosterzande, januari 2022. Tot de volgende.